Ik heb de ganse oorlog heb ik eigenlijk de jeugdbeweging op de been gehouden. Bij de Pruis Binnenveel. Die waren alles verborgen, hè? De jonge wacht en de jonge werkman en de verkenner hier. Maar het werd in dus stiekem weer gegaan. Illegaal. We hebben echt de ganse oorlog hebben van een jeugdbeweging gehad die in zit. Koos gewoon hoe het dus de eerste 2 jaar waren dus het zondagavond heel dik bij Martens in de Putstraat, er waren concerten. En dan koos de vrienden binnen. En dan koos ook, er waren geen sloetings. Ja, waar we sloetings niet, maar dan mochten ze over straat lopen. En dat was er druk, daar zat dat meestal jeugd natuurlijk. En de cafés, het waar de Pelikaan al regelmatig concert. Er wordt heel veel naar de cinema gegaan. De cinema's, dat moesten eigenlijk al hoeven van tevoren die het keertje pakken, daar waren die vol. Voor de rest waren ergens niet, en voetballen natuurlijk, in de trein om een streek, maar dat waren heel dik, geen wagons. 4 wagens, was ze dus met een 60 man, en dan om een streek. En dan weer terug. Dat waren dan eigenlijk de ontspanning, voor de rest waren niet veel. De gezet was vrij klein, ja, dat waren toch allemaal... Was ze dus van, ook die films, het waren allemaal Duitse films natuurlijk. Dat wordt dat nazi verheerlijk en oorlogsfilms. Die wonnen er maar alles aan. Hier hebben ze mee opgepakt, we moesten om 11 uur voor binnen zijn. En ik hoorde maar de laatste seconde. En toen kwam ik die dikke deze straat afgelopen. En dus, zo is de wagen vertrekken van de sicherheidsdienst. Nee, ik hoorde die Peul Jessen op Rijksweg. De zoog staan de wagen opvaren, dat was met gedempt leeg. En ik gooi de dekken deze straat af, ja. Erik gooi dan wel in de dekken ze heel hard. Sicherheidsdienst, hè. Ja, daar houden ze mij bij de put, hè. En toen brachten ze mij naar het Plissebro. En van het Plissebro ooit zijn er een dagje naar mijn strijk, hè. Want daar ooit zijn we eerst naar Venlo gebracht. Naar de Belletabelenschool. En van de Belletabelenschool de huffermachine in een maandje zette en toen weer terug. En toen kwam ik daar, en dan zag ik de haren jorgenboeten staan. En dan keek zo, en ik word opgepakt. Er zaten zo'n 20 van die kolenrapers, van een pleintjeuvel, en een mals, en een schoemans, en een rinus witvoet. En een bokser waren dat, en dat waren allemaal, die gingen allemaal kolenrapen voor om de kost te komen. En die hebben ze dan in een keer Azië gehouden, en zaten die dan met 20 man op dat zolder kunnen. En wel, sleep ze met 20 man bijeen op dat zolder in mijn streek. Ja, toen ging ik van naar die balletafel schoen, en dan steekte van hoor. Van Herken, zei er. Ik zeg, ja. Oh, zei er. Gewoon nog geen oer door, hè. Die wees het. Die groene brachten ons daar. En daar op die school, ja. Daar hoor het. Hij zag me direct, fik, zei er. Jong, je moet zien. Ik zeg, wat is toe, ja. Ik ben heidsel, zag er. Dan moest onder de verwarming stoken. Dan koos ze van, ja, we kunnen geen schuppenkolen op het ding gooien. Hè. En dan de ganse dag niks doen. Hè. Dan zou het ook maar in de kelder gaan te maken. Dik voor de rest niks. Toen vroegen ze daar een voor de toiletten zou wat ze maken. Ik stook de vinger op, dat ben ik, zag ik. Ken ik. Ja, toen heb ik ook nooit niks meer gedaan. Hè. Maar in het begin was dat een chaos natuurlijk met die wc's enzovoort. Gewoon schoor. En die zuiver gemaakt, en wie die helemaal zuiver gemaakt, waren we op een klein beetje gestoven ineens. Ja, dat heb ik met een eigen vrienden gezet, en toen ging ik weer terug naar mijn streek. Als kind geen de huisje genomen. Nee, want ze moesten me altijd dwingen, de schoenkelder. En toen hadden we in bed lopen, als hij s'nachts bezig wou, dan zijn hem op te stoppen. Ja, hij wou altijd in bed blijven, ja. Ik wou het geen, en het enige geluk dat ze me toen al metgenomen, want het is grote voor in de, wat nu de pub is. Daar wouden we nog zo'n oude alkoof waar dat. En daar sloop ik. En die deur zat allemaal vol met granaatscherven. Helemaal gans vol. Hè. Dat is waar gebleven. Granaatscherven, ja. En dan zaten we daar in de kelder, halve knieën zitten. In de kelder. En waar zo'n uur verloopt, daar zaten kippen. En op de zolder zaten kippen. Compleet geweest, hè? Ja, iedereen doet al dat. Ja, die moest er eten met in de oren. En dat mocht niet? Nee, want maar mocht wel, maar we moesten zoveel eieren inleveren. Zoveel kippen, zoveel eieren moesten inleveren aan de distributie of aan. Alles wat toen op de bon droeg, ja. Als mam dat verkocht, dan moest de bonnen behouden. Ja, maar anders zo in de oorlog, hè. Ja, en weet je, we hebben veel lui geholpen, zo. Ja, klopt. Met koor en tarwe. En met melk. Want dat was allemaal op de bon, hè. Ja. En dat kreeg ze zo maar niet, hè.
En weet je, we houden achterom in de tuin, als ze die hoes over van de kok. En er wordt een vaart. En daar zat voor dat deur vragen en dan komen de lui opgevallen. Dat waren jullie die zelf niet genoeg hadden? Ja, pummelke sterven en koren, verbroterbakken. Die niet genoeg hadden. En dikker ging ik naar dan zo naar de meulen met Hoonska. En daar moest een vervoerbewijs bij zijn. Maar we gingen voor twee keer op een vervoerbewijs. En in één keer waren we in de meulen, waar alles op beslag lag. De controleur, die kwam het opnemen. Ja, ja, in de oorlog was dat. Dus we waren net zo, het ganse Rode Kruiskolon, of de ganse, de meesten die de kosten maken, die waren door een deel van de luchtbescherming. Dus we hadden verdood in Franciscus Solanus op de Nauwe Mijn. En we moesten dat deel doen. Dus als het gebeurde, hetzelfde waard van granaatinslag of wat ik of ongelukken, dan moesten we de heren. Maar toen later, toen moest er weg op de Oude Maat. En dan kwam op de Rijksweg in de oude tekenschool. En daar hebben we het gans ingericht. Het hoofdkwartier. En daar stond alles op een kaart. Een apotheek en in de kelder hadden we schoolplaatsen en slaapplaatsen. Door de bevrijding, die geruchten komen van die bevrijding, die waren weer heel alert. Hè? Want vrouwen zowel granaatinslag genoeg meegemaakt, overal en ongelukken. Dus we waren daar, ja, verdachte, noemen ze gans klaarstaan, met de kolonnen, want we hadden toch wel een leuke groep die erg op een ingesteld waren. Ja, toen maakten ze ervan wat ze ervan maken koos, maar het was echt in een rotte tijd, want dat is, ja, toen maakten ze niks, hè. Als ze de mondje op deden, waren ze bang dat ze een pruis pakten. Ze moesten zo uitkijken. Koos geen mens vertrouwen. Eerder de scherten te gaan, of als ze gaat dicht, wat niet doogde. En ja, als ze bij de pruis in de hand komen, ze waren nog niet gelukkig. Dat kan ik u verdekeren. Waar wordt je bang voor? De ganse oorlog was ze bang. Kijk, je moet dan een beetje uitleggen, ja, ik zal het even vertellen. Ik loop met hem over de Rijksweg. We kunnen in een tijdje, dan met mij op de legerscholen gezeten. Dat woont nog in de buurt hier. Dat waren wie de SS, of wie de, wie heette dat? Hitlerjugend. Hitlerjugend. En we komen langs hem, en eens reed, als je komt zetten, wacht eens, grip tegen ons gespied. Nou, we hebben God niet aan moeten kallen, vooral we niet gespeeld en ik heb toch bij dicht op de klas gezeten en zo gaat. En dan had ze angst dat ze metgenomen worden. Zo'n dorp. Zo'n, ja. En dat was een ding waar ze angst voor had, dat ze zich metnomen. De zag maar gaat, de wou de baas zien, de wou laten zien dat hij meer was als vier. Ik heb zo'nzelfde verhaal, ik kom bij de chauffeur, de woonde op de Rijkswijk. Ik kom de boete en ik had nog het hurkjes in het gezicht gehad. Dus ik deed zo. Ogenblikkelijk springen van de fiets af, kunt en waar heb ze nog mee gespeeld? Ik zeg, man, de best schenk, toen heb ze nog mee gespeeld, toen was met. Nou, wees zo'n bewijs, altijd in de tijd, ik studeerde in Tilburg op de leergangen, en de gymnastiekleraar, en de sport stond bij de Pruisse Hoel aangeschreven, dus ik hou een bewijs in de schien dat ik nooit opgenomen kon zwerven voor een Pruisse moeten gaan werken, arbeidsinzet. Daar waren ze schrie van, maar dat heb ik niet over moeten halen. Ik heb hem dus overtuigd dat ik hurkjes in mijn gezicht had en het lessen onder dat aan. En zoals hij hier vandaag leidde ze in angst. Is dat ook tekenend geweest voor de 5 jaar dat je hier in Zittert hebt gewoond en geleefd, dat die angst heel erg overheersend is geweest? Wat kent je ook nog het beste herinneren van die 5 jaar bezetting? Ja, ik ken me daar wel van herinneren. Ik ben in Bruges geweest, ik ben arbeidseinsatz moest ik naar Duitsland. En daar heb ik een half jaar in Mannheim gezeten. En daar ben ik met veel geluk teruggekomen en daar heb ik een jaar ondergedoken gezeten. Ja, en daar kost ze niks, daar mocht ze niks. Daar moest ze binnen blijven. Natuurlijk, als luchtalarm ging, dan mochten we naar boete, vrouwen zwarte Frans.
met een zwarte Duitse helm. En op de arm over een geëmailleerd pleitje. Dus toen luchtbescherming op met een reetje. En dan pakten ze die kufferken en dan mochten ze dus op de schouders schenen erop nog. En dan waren het, ja, dan trokken we de ganse stad door en dan holden we natuurlijk wel eens minder leuke dingen goed voor de nu. En tegen een loekstampel wordt er in de kelder helpen op zo te bij, die dan rierde van de angst. En een van de leukste dingen vond je van me, als we dan eens overhoven of zo heen gingen, om op veilige afstand heel uit te schrijven, Heinzwein noemde. En dat is dus een keer vertaald mislukt, want er reep voor tegen een Oostland-Duitje. En zien raden mag je de biemig waar, dan kreeg ik een behoorlijke slag om mijn oor. En toen was wel als er een koersje van over of een truck gerend naar de kelder in. En toen we dat toch voorlopig met hem gedaan had, wordt toch link als die mensen in de gaten kregen. Maar we hebben dus eigenlijk de hele oorlog als alarm waar. En dan mochten we het s'avonds moest om 10 uur geloof ik binnen zijn, 10 tot 6. Als met die sirene ging, dan hadden we veel vrijheid om door de ganse stad. Ik koos ook lu, gaat gewoon zeggen wat ze niet vroeger zegt of zo. Maar voor ons waren het dus eigenlijk, ja, de opstande lijft iets van 18, 19 jaar. En zeker als het in de avond waren tot de maanhoogst toen, dan waren het klaar. En dan koos je door die stad zwerven en koos je tegen de rechtszaak gewoon. Maar wie die zichtreisdienst mee gaan, heer, die van Maastricht, ik ga ook in de Oostreis. Dus papieren, ja, jou ook niet. Op, met Plissebro, van Plissebro, het zanger vandaag. En dan kreeg dat ze beloop. En dan heb je een wijk 5, 6 in Amersfoort gezet. En dan ging elke wijk een transport van 5000 op dingen aan, op Prusjes aan. Alles wat er weg leek, wat ze erop voegen, dat ging allemaal in treinen, dat ging allemaal naar Prusjes. En dan stink ze door een doodspoorhulgens. En dan kwam van hier de fabriek, die moest 70 man hebben, die moest 60 man hebben, die moest 20 man hebben. En dan was ze zo wie zal ik maar zeggen, hup, kwam ze naar mannen. En dan ging ze en daar zat ze dan meestal in brakken, hè, bij die fabrieken. En wie door een ruimscheid op die fabrieken werken, ja, toen... Toen zei de ene, en dan houden we een vinger af, en dan houden we deze recruits van de vorige oorlog. Kleine, mag bloos als de weg komt, zag er, de Ami die komt. Hè. En daar pleegde we sabotage, het waren mijn schoenen. Oh. Dat ging? Dat, ja, dat ging. Moest goed luisteren. Zaten die aan een dreebank. En er waren in die gideizeren dingen, er waren vuiltjes. Hè. En die moesten er goed gooien. Hè. Maar die pakken ze ook dikker, hè. Paf, en dan ging de beter naar de kloot. En dan moesten ze dan weer opnieuw die bank instellen. En toen waren de jongen, dan moest gaten worden. Dat waren allemaal die tankwielen, weet ze wel, waar die kettingen een vrij liep. En nou alle gaten van niks verkeerd gebracht. Dus ik heb zich veel tijd wat voor dat toch een hoop sabotage pleegde. Och, dat waren het met die jongen wel wat tussendoet. Als ze hem gekregen hebben, ja, ze hebben kapot geschoten natuurlijk. En ze kloten weer van alles even, maar... Hè. En die woonde daar bij Dirks in die vaart, ja, ja. Bij Hamers. En die was geboren, en toen kwam de man om. En toen wordt de melk op een bon. Dat is wel op een bon, hè? Van Arno Geurs, van zijn Geurs. En hij was hem in, Arno was hem in, hij zei de deur maar toe, niet dat er uit het bedje wint, ja. En toen moest hij vol melk hebben, hè. En de tuin, achterleef, neemt de tuin van ons, hè. Er wordt een kentje aan de hekken zat, en smurz en zorgen, zodat de man door een liter melk in voor Arno Geurs, hè. En dat ging zo goed vroeg, hè. En toen op een gegeven moment komt de mama aan en komt eens kijken, hè. Och, dat was goed gegaan. Ze zei, maar nu bitter bij de flesjeblazer kapotte brood, ze had te blazen, dat was een paar maanden, ja. En toen heeft ze een smeedijzer laten maken. Toen zat dat al erin, dat heb ik Arno Geurs verteld, ik vertelde dat, hè. Weer woonde toe, gans alleen in het Veintje, het zuidelijkste hoes verzitterd, zeg maar, richting Glijn. Oude wijk verzitterd naar Glijn. Dus wie de Amerikanen komen, komen ze het hoes van ons het eerste tegen. De vader waren smorgens altijd vroeg op, omdat we melksleter. Dat waren op de melkfabriek en de hou nummer 1. Die melksleters houden allerlei nummers.
Dat wil dus zeggen dat hij het smorgens het eerste moest gaan laten. Dus we moesten het eerste op het melkfabriek zijn, het smorgens, en daarom waren de jeder morgen terug op, om een uur of vijf. En wie er dus achter een boete keek, zag dat die bruisen daar in de wei, vrouwen in de grote wei met beum, fruitbeum, en in de nacht, en die waren de overal luiker aan het graven, één man, putjes. Ja, het is er naar binnen gekomen, hij had er tegen ons gezegd, omdat er bang waren, ja, we waren drie volwassen keels, dat die bruisen nou zouden uithalen dat we daar ook moesten gaan graven. En dan zag je tegen ons naar de zolder. Dus de eerste oeren hebben we boven op de zolder gezeten. Omdat de vader bang was dat Vera aan het werk moest. Toen is er naar binnen gekomen en toen vroeg naar boete gegaan en is er aan de Pruis gevraagd wat is hij eigenlijk gewonde. Daar zit er Loosterman goot, daarachter te komen de Amerikanen. Dus Gans Wiet waren een doorlopend kabaal, zeg maar, van een onweer. Van een gelijkmatig onweer, geen slecht. Dus de Amerikanen waren op komst. En toen later zijn we weer de kelder ingegangen. En af en toe ging voor achteren kieken wat gaande was. Maar we zogen het veldbedrijvigheid. Tot op een gegeven moment de ganse wei onder de boom vol stong met tanks. En daar waren ze. Op een gegeven moment, dat was de dag voor de bevrijding, toen komen de Pruisen, die komen een hoofdkwartier vestigen in het Rode Kruisgebouw van ons. Daar wordt telefoon aangesloten, daar worden kabels gelachen, dat was ook ongelooflijk, kilometers kabels. Dat is ook door de staf van de Duitsers. En op een gegeven moment komen die Amerikanen toch altijd korter bij. En toen hoorde vooral, af en toe hoorde vooral geschut, hè, van de kant vanuit het zuiden. En toen dacht van ja, nu kan het niet lang meer door, want dat is nog geschut, dus ze moeten het toch wel erg kort bieden. En toen was er bijna op een morgen, de dag voor de bevrijding, er was zo'n paniek van die Pruisen. Daar wordt afgebroken, komen ze het telefoon afbreken, al die kabels lostrekken. Toen komen weer officieren, die jongen dat ganz stel weer terug, toen moesten de telefoon weer aansluiten, alles weer, ja. En toen opeens wordt het stil. Toch weer vertrekken, hè, want toen moesten ze toch een beetje uit de buurt houden. Dus ze trokken allemaal richting Vlaven en Tudor. Wie, dat weet ik niet, maar naar het noorden, hè, de Rijkswegen. En toen op een gegeven moment waar het hartstikke stil, ja, de dag van hoe gaat het gebeuren, ik kom er de kelder in, dan wacht we dan maar af, dat, want hebben we dat gedaan. En in een slag op een gegeven moment, een verschrikkelijke slag, ja, we vliegen allemaal naar boven, en dan houden de Duitser met een motor, dan houden de Rode Kruisvlag van de gevel afgehouden. En daar zat zich die veur op de motor en daar weg naar het grote vaderland. En ja, toen wordt het absoluut stil, we waren in de Pruis mee door, hè, dachten we. En opeens toen komen de hurden voor, ja, scheten in Opove aan de tunnel in, op Geleernaan. En ja, we gaan naar boete, het waren heel rustig. Niks van bombardement of zo wat voor gemeente houden. Hè. Dus gans rustig. Dus we gaan naar boven, uit de kelder, we staan op de Rijksweg voor de deur, voor het geboel. En dat even op een moment even een Amerikaan langskomen. Hè. Met geweer onder de naam en nog een Amerikaan. De voet. Ja. En dat was zo'n gewaarwording, want dat was, ja, die hoorden ze niet. Dat waren, ja, die lepen zo zacht en zo stil. We waren die Pruisen gewend, hè, met dat hakken en dat stampen en dat schreeuwen en dat vies gedoons allemaal met die laarzen en zo. Dus we wisten niet wat we zouden komen. Daar had jongens met een helm en een geweer onder de arm en een jak aan. Gans losjes, hè, kogen vreten en knauwelen.
En die komen van Oudorp-Poven en vanuit het park komen die de Rijksweg op, voor bio's geboren. En daar waren ze via het park, via Oudorp-Poven houden ze het park bevrijd. Dus we staan daar voor dat geboe en de bandsheer voor het park, het Wilhelmus. Nu, die zongen daar het Wilhelmus, zijn buurtbewoners. Nou, daar was ze koud van. Het zondag is er nog gebeurd over straat gelopen. Het zondag is ook nog allemaal naar de kerk geweest. Maar het maandag waren het eigenlijk van af 11 uur in de vuurstad stil. Om een uur of 3:30 komen een motor met twee soldaten op, één officier. We hebben toen op de brug bij Kleekamp een landmin gelag. Maar dat had natuurlijk geen doel, want veer duurde oorschreven, veer zoten op de daken. En hebben ze weer opgepakt en zijn ze weggevaren. En hebben ze daarna, bij Kartinje, die garage, daar hebben ze dus een handgranaat of ze gaat naar binnen geworpen. Maar rond je noemers, ja, ik vermoed dat ze gaat rond 5:30 is geweest. Hoorden we dus op de Rijksweg Zuid in Uitschreven. En er komen inderdaad langs de hoezer lepen die in iedere kanje mannen dus. Met geweren in de aanslag komen de eerste Amerikanen. En de barbie in een kleine verkenningstank. En die zijn toen de vuurstad ingekomen. Maar dat weet ik dus niet. Tegelijkertijd zie je de uit het park is ingekomen. En daar waren een grotere tank bij, ook infanterie. En die hebben dus bij Kleekamp zijn die dus samengekomen. Wie die een half uur in de stad waren, wie voor de eerste Amerikaanse sigaret houden, wou ik naar Euver afgaan. En dus dan mijn vriend Jean Grise. En erg aan de Euver van de straat, waar de vroegere dorpstraat, kom ik daar Hollandse SS tegen. Die jogen mij weer terug, omdat ik een oranje bloem ophou. En toen ben ik een 100 meter terug, bij opa en even mij het hoezicht gekropen. Daar gebeld en dan kon je dus blijven, maar ik durfde dus niet meer te boeten. En om een uur of steen, s'avonds, zorgen voor dus toch zo'n 60, 70 Duitse soldaten aan de overkant langs de hoezer komen. En toen hebben we het morgens moeten wachten tot ze het 11:30 verheurde de luie. Die stad is zingen oranje boven. Maar het was zo mistig dat ze niet kussen of nog Pruisen op de weg schoten. En wie om een uur of 11:30 weer een Amerikaanse verkenningstank doorkomt, toen ben ik teruggerend naar de vuurstad. En op een gegeven moment hoorde voor hier op de Rijksweg raar geluiden geratel. Ja, dan wilden we toch weten wat dat was. En weer omhoog en hier op de Rijksweg naar boeten, hier door die deur. Piet Filters, daar waren de commandant, nog een paar man. En wat zouden we doen? Er komen in een tank van de Amerikanen, dat kwam van de Amberschool af, richting Amberschool. En dat ging richting de Prins daarin. Achter en langs de tank, daar liepen Amerikanen. Heel duidelijk, want die hoorden ze niet. Die liepen op gummi schoen, die dat of leer, ik weet niet wat het was. Maar nee, geen nageldroom, maar wie die Pruisen, die altijd zo standen, dus geruisloos, maar het geweer in de aanslag en heel waakzaam. Komen die van de richting Oudhoven, komen die hier lang. Maar in ieder geval, we zijn wie het scheet hebben gegooid, ze rond een uur of 9:30 naar de kelder gegaan. Onze moeder was krank, die lag in bed, die hebben we dus naar onderhoog gebracht. Want het scheet op ons hoes, dat houdt plaats tegen de moer naar het zuiden, dus toen namelijk een hek. Dus die Amerikanen konden niet zien wat achter die hek waren, daar konden best Pruisen gezeten hebben. In ieder geval, toen kon dat geschut volop tegen de moer aan van die mitrailleurs. Bovendien, even weer door Loog Kalle, de boerderie, ophoeven naar hoofd, zoals dat nu heet, of toen Rogel heesde. En in de hek stond een zwaar kanon van de Pruisen. Dat hij het ene keer geschoten met gevuil kabaal. En dat is, nadat het geschoten had, direct door de Amerikanen tot zwiegen gebracht. Is direct geraakt. Ook aan de Neuverweg stond een kanon. Dat hij het ook maar één of twee keer over te vuren, hebben de Amerikanen dus ook direct tot zwijgen gebracht. Die hebben dat kapot geschoten.
En toen hebben we dus van 9:30 tot 4:30 in de kelder gezeten. Angst hebben, veel bij. De ene rozenkrans naar de andere bij. En af en toe lepen voor ons dus door het hoezeer van de kelder, hoe het komt in de keuken, dan in de bierkeuken, dan nog in een keuken en dan in de stal. En achter, er waren ruimte en daar gingen we dan eens kijken. En tot voor op een gegeven ogenblik, ja, vrouw had trouwens ook al eerder gezien dat op het pleintje den tank in brand was geschoten. Dat moest je vanuit de keuken zien. En rond 4:30 stonden dus de tanks in de wei, dat we er zogen. En toen zijn van de boete gegaan. Achter, dus voor dat tankenpot waar u zaten, de lui zingen oranje boven. En toen wisten we dat ze bevriet waren. Dus eigenlijk waren we bevriet om 5:30, 6:00. En we wisten het pas voor 100% om 5:30, 6:00 het s'avonds. Vandaar we toen pas richting weer de zingen oranje boven. Toen durfden we ook naar boete te gaan. Daar liep ze, Pietje Wier liep ze tegen de troon er ook op. En kristen de wei, en vlak nemen dat de hond erop in de wei, die stond nogal zo groot een tank. Nou, de eerste keer dat ik een tank zo. En dit, de soldaat dan, dat deed dat koepeltje, of wie dat is, op, en stopt ze de kop naar boete, en toen zag er, God any eggs. En dan ben ik nog kippen ook ingegangen, en daar heb ik een veier-eier gehaald. Er lagen veier-eieren in de nest. En die pakte hij aan en dan zag ik, ik weet niet wie ik dat toen gezegd heb, God er is cigarettes. En dan hoorde hij me zo, een pakje van veer Chesterfield. Zeg het nog, voor mij. Zo, ja, dus dat was toes om toes. Maar 5 minuten later houden ze het spiritusbrandertje op staan, neven de tank, waar ze in de pentje de eieren gaan bakken. En het s'avonds komen de Amerikanen en die trokken weer terug, heb ik verteld. En s'morgens vroeg, toen ging ik aan de straat kijken, er wordt missie. En de overbuurvrouw die kwam ook kijken en zei, tegen de kunnen niet stevig af. Maar we kunnen niet zien, we menen dat het een Amerikaan wordt. Die wordt dan in de Pruis, hè. Oude zeelomang. Die wordt teruggekomen. Ja, en nee, die wordt teruggekomen. Ja. En toen zag ik ze vocht naar binnen. En bij Neckerman, bij Konings, daar loog, het s'avonds loog daar een Amerikaan met een zware metrailleur en daar hebben we weer nog bordrammen gebracht. In dat portaal, ja. En daar de metrailleur vlak neer de gevel staan, voor nog zit het in, op bijna kleken man. Ja. Daar komen die joppen. Maar ze zijn niet meer teruggekomen, het s'avonds komen de Amerikaan vergoed, hè. Ja. Ja, ja. Maar dat wordt toch wel, met de Pruis, zo vocht naar binnen zag er. Ja, en er wordt vertrekt, hadden ze zeel genomen, maar ja, oh, ook daar een klootzak. Ja, want we hoorden, we zaten om het hier allemaal te wachten, dat ze zouden komen, want we hoorden ze mensen en hoorden ze schreeuwen smiddags. Dat ze daar al waren, en ze zijn tegen een uur of, ik dacht ze gaat tegen een uur of 5:30, 6:00 komen ze te Lumbertstraat, de eerste. En dan stond ik daar nog voor. Op de Hoofd van de Pijstraat, zijn oude Pruis op een Vindelhoven panzerbuis erop. En wie heeft de tank zo komen vinden, hè, dat tudderen toe op zijn dooie. Nou, ik was zo lollig gezegd, op zijn dooie gemaakt. Ja, en dan ging dat pleiten en van tevoren, dan hebben ze nog, daar waar de bootstoepen is, waar Hamer Daniels, daar hebben ze nog gesmeten komen, 2 Pruis en zetten ze op een motor aan en smeten ze een brandbom erbinnen. Thank you.
82nd recon, is what it is. Yeah, it's 82nd recon, probably. Oh. Yeah, if it's 2nd AD. Yeah. But there is a big reconnaissance company. That's theirs, then. Yeah. Huh. Enjoy your time here? Oh, yes. Yeah? Yeah, it was very nice. Better than the last time in war. Oh, yes. Yeah, definitely. Yeah? Yeah. Oh, yeah. But did you do in the war when you were here? I was a mortar gunner most of the war. And then they get some get killed in the armored car, so I end up the war driving an armored car. Just get a 37 millimeter on it. Mm-hmm. I was a driver. Mm-hmm. I was 19. Very young. And still the youngest one here. De eerste Amerikanen komen en er waren die Pruisen weg. In Juth in de tussentijd ben ik hier naar huis gegaan. Verwonderd al hier op de stevig. En dit is mijn geboortehuis. En die zaten allemaal in de kelder, angstig te wachten naar wat gaat gebeuren en zo. En toen ben ik al komen zeggen: de Amerikanen zijn er, we zijn bevrijd. En toen weer terug naar Rijkswijk. Maar ik moest het toch even zeggen, want dat kostte niet. Ja. Kostte niet voor de gouden. Ja. Ja, maar er waren, maar vooral in de stad is toen enorm gefeest. Dat ze nooit van zijn leven gesproken, ze werd ze compleet om de hals. Ja, ja, er was bevrijd. Hè. Ja, en daar komen natuurlijk de jeugd weer naar buiten en die houden allemaal oude uniformen aan van de verkenner en weet ik wat, en dat leeft allemaal erin. Ja, dat was grandioos. En er waren in het college, waar dan het rechtscentrum van de Amerikanen. En dat waren ze zo, en daar moesten de vrolijk van zitten, dat die wordt er dan uitgezuigd. De modesten en de tijdige meisjes, de jong meisjes van zitten, die wordt er dan door een comité, wordt die dan uitgezuigd. En dan moesten die door hem dansen met de Amerikanen nee. In het restcentrum. Maar dan kregen ze witbrood, botrammen van witte wek. Hè. Ja, dat had ze 4 jaar niet meer gezien. Hè. Dus dat waren het grandioos. Dat waren feestjes, die vrouwen, die waren daar gek op. Ja. En dat waren ook nog leuk natuurlijk met die jongens. Op het moment dat het gebeurd is, moet ik zeggen, dat waren ze door dolle her. Er was eigenlijk niet wat waar. Het idee dat ze weer kozoorden laten was ze woos. Bij deels in de water hadden ze toen beer gekocht met uw cremes. Ja. En mijn konings. Ja, en er wordt gefeest. Ze wordt die toen aangeslagen. Ja. Ze worden op zijn toen met een oude kraak. Ja? Daar wordt geen zuurstof bij of niks. Dat is goed. Ja. Maar ja. Het smaakte toch? Ja, joh. Och, ja, dat is joh. En er was ook zaad gehad. Ja, ja. Ja, want je vult genoeg. Als je vult in de vult wat, dan wil je hem klaar. Dat is waar. Zeg, joh, is een flesje bij je.
het front lag stil. De Pruisen komen uit druk en de Amerikanen trokken het weer. Dus er waren een status quo. Dus en die munitie die de Pruisen houden, waren volgens ons zeer gering. Die hadden ook geen munitie. Want die schoten maar eens af en toe. Die schoten ook zeer onregelmatig. Dus dan komen een paar dagen er een heel vuile granaten op zitten. En dan voor 2-3 dagen neemt. Dat ze zelfs op een gegeven moment een voetbalwedstrijd gingen organiseren. Dus dat waren de Zitterse boys tegen Moritz. En ik was sportman. Ik sloeg in de ene wedstrijd voor de boys over. Dus toen waren we ook present. En wie de wedstrijd aan de gang waren, dat waren 19 november. Waar de wedstrijd. Ten eerste beginnen die granaten te vallen en te fluiten. Toen een geweldige paniek te binnen gevlucht tegenover de waarde boer, Roers. Daar ben ik de keuken en die vleugen toe de kelder in. En wie het gedaan was, dus dat ze dachten, zullen nu wel hierheen wel vallen. Toen waren boeten op dat goot, hadden we die fietsenstalling, daar waren de granaat gevallen, dus vlak bij ons. Met de zin dat daar de nodige doorgebleven zijn, ook in de stad. Want die mikte geregeld op de kerktoren, zeg maar, dat was een richtpunt. En met toen zijn er vuil op het voetbalveld gevallen, zijn ook de verschillende doden gebleven. Dan donderdag nou zijn de eerste granaten al gevallen en ja, ik zie niet 24, 25, 26, 27, 28, 29 september alsmaar granaten gevallen. Oh, is het gebeurd dat Thierry stond en dat de granaten verstongen aan de neuverkant achter die buik. En dat de granaten hier op de Rietzweig inslogen. En dan moest er plat op de grond liggen, op de stoep. En dus de jongen die granaatzaven, die tikte boven ons. In de gevel van die hoezer. Ja. Maar ja, daar was ze zo aan gewend. Dat was eigenlijk gans meende ze doen. Want er was toch niks gebeuren als ze naar plat loopt. En achter in een boom, dat meende ze. En dat waren ook wel. Vrij wel. Dan had ze maar voorzichtig wel. Maar verpand was dat ze die granaten hier dus afzetten. Tussen Zusteren en Nieuwstad. En die willen dit kruispunt, die bij de prins zullen ze onder vuur. En dan willen ze verhinderen dat daar transport van de Amerikanen doorgingen. En de ganse Rijkswijk probeerden ze te bestreken dus met granaten. En daarom slogen die nogal vrij regelmatig granaten. Ze hebben het ook dekt, hebben ze het misgezoten. Dus zijn de granaten in de Engelenkampstraat terechtgekomen, wat toen de Slaghoestraat was. En dat hebben ze dan een heel riehoezer rechts van de weg waar totaal van gans ene puin op. En daar verblieven wiever hebben dus in de granaten die het vuil mee angst gehad. Tenminste, die jonglui die dus op straat nog moesten komen, vuil mee angst gehad. Dat is in de oorlog. Vleegtuig en die bommen gooiden hun vrienden heeft gehad. En als ze een verdwaald vleegtuig over zou zijn gekomen, dan had ze toch nooit geweten als de bom wel op zich. Maar die granaten die hurden voor afzeten. Kon je voor tot zes stellen ongeveer. En dan komen ze. Dus op het moment dat ze het smuigen zo de straat liepen, ze hurden die doffe slijg, wiet weg. Dan was het als we nog een paar seconden als we ergens tegen een moer en op de grond gaan te liggen. En als we met plat loogs en tegen een moer richting woord de granaten komen. Tenzij natuurlijk boven die gaat gebeuren, maar loog ze toch wel veilig. Want dat leerden ze op den duur. Maar ja, dan had ze dus, wat dus eigenlijk ook verschillende keren door met ze gebleven, alle lui bleven naar de kerk komen. De Paterskerk en ook de Grote Kerk, ze zijn vrij lang open geweest. En dan zijn er op de maand een paar keer lui geraakt en rond de Grote Kerk door velen de meeste granaten. En dan komen lui om 8:30 uit de kerk en die zo te hier dan maar gehaald te tussen. En toen hebben ze toen op een gegeven moment gezegd, er zijn geen mensen meer, moet geen meer naar de kerk komen, want het gevaar was wel te groot. En nou wat ik dus gehoord heb, ze schrijven wel, die komen richting Heinsberg. Ik heb geen idee wie dat precies is. Maar ik heb gehoord dat ze van Koningsbusch uit afgeschoten worden. Daar ging Den Druiven bij dat neuven, dat verkenningstoestel van die Amerikanen, dit loog in. Bij die bleek onder een paard te staan, die rolde ze naar boete, gooven 10 tot 20 granaten op zittert, trokken die kanonnen weer de paard over, en dan waren het afgelopen, dus eerder aan Druivige richting Koningsbusch komt, daar vond nooit kanonnen die dat deden.
En dat hebben ze zo eens blijven pesten tot, ja, tot nog een jaar. En zit dat waar toen Kosebine zich in een uitgestorven stad. Dus de messen worden toegedaan in de kelders op verschillende plaatsen. Op verschillende plaatsen in Titter. En een van die kelders, dat waren hier, de Rode Kruispost. De kelder van de Rode Kruispost. De bezoekers die naar de mes komen, die gingen door dit loop, gingen die naar binnen. Dat wordt dus voor de mes opgeklapt. En dan gingen ze de trap af en dan komen ze in de kelder en dan kosten ze hier de mes bij doen.
de eigenlijke bevrijding is dus geweest de avond van de 4e mei. 5 mei hebben ze in het Nederland gecapituleerd. Wordt het s'avonds alle verlichting aangemaakt. Die moest toen nog een uur weer uit, want dat ging pas in de dag erop. En of ze toen nog bang waren dat er Duitse vliegtuigen of ze gaat komen. Maar toen hebben we toch echt een dag of 5, 6 echt feest gevierd. Toen waren hier dus iedereen weer praktisch terug in de stad. Waren al volop aan het repareren wat ze koosten. Van inslagen en alles. Bijvoorbeeld Van den Berg, die hadden toen nu nog tentoonzaal. Die hebben we open gemaakt. Dominique zat daar in een grote pick-up of wat het was. En er wordt gedanst. Jeder avond is op de straat. Totdat te gevaarlijk wordt en niet goed ging. En toen heeft Dominique vanavond de 4-5 tentoonzaal opengemaakt. En de jeugd, wat dan dansen coach, dat kwam naar de tentoonzaal in. En toen was eigenlijk de oorlog pas echt afgelopen. Er was nog wel alles op de bom. En niet alles te krijgen was ze woos. Maar toen waren eigenlijk van geen gevaar meer. Hij heeft u een Amerikaan, hij heeft u een pistool in de hand geduwd en hij heeft gezegd van, schiet hem maar dood. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja, gewoon tegen de mens doodschieten, hij heeft mij niks gedaan. Ik bedoel, voor mij, ik was niet in de oorlog. En ik ga toch niet zo in de mens doodschieten. En ja, dat was later bleek, dat was een eenvoudige boerenjongen te zelf kan. De ook moos. Thank you.
de verzetsman van Verzetterd in oproer. Ja, en wat hij droog. Ja, dat waren officieel elektricien. Want ik weet nog niet. Ja, ja, maar hij heeft ons nog wel een titel en schets gedaan. En dat waren een lollige kerel. De lolligste uit de ganse familie van de honden. Die nogal allemaal serieus waren. Ja, wie er in verzet geraakt is, weet gewoon niet. Maar de leef ook. Vandaag deks door op of neer in de pilotenpak hebben we ons gewoon gelopen. Ja, maar dat was op het laatste. Ja, ja, goed. Maar toen durfde het dan toch om dat te doen. Clemens, Frederik, Golaar, Paulus, Koltoff, Levi. Gerard, Cox, Paulus, Krauwels, Peter, De Vries. Dols, Jan, Dols, Petrus, Van Driel, Antony, Driessen, Odilia. Duifjes, Johannes. Herman, Karel. Evertje, Adrianus. Eind, Franciscus. Stefan, Franciscus.